de westerse wereld zijn we gewend om net zo lang door te gaan tot we ziek worden. En dan gaat de medische wetenschap ons beter maken. Dat kunnen ze zich in heel veel andere landen niet permitteren. En dat doen ze, hebben ze 4000 jaar geleden eigenlijk al bedacht. Als je dan zorgt dat je niet ziek wordt, hoeven we je ook niet beter te maken. Maar straks hebben we een samenleving waar we nog jaren mee verder kunnen. En dan blijken die mensen niet meer te kunnen. Het centrum wat wij willen gaan maken, dat richt zich op hoe kunnen we mensen duurzamer maken. We proberen daar mensen gewoon eens te helpen met wat betekent het nou als je je leefstijl zou moeten veranderen. We nemen je mee in anders koken, een ander leefritme aannemen. En dat helpt werkelijk om een verandering in je leefstijl door te voeren. En wat ik aan jullie wil vragen is, zouden jullie met mij willen denken in hoe we dit initiatief van de grond zouden kunnen krijgen? De gemeente Texel gaat meewerken, dus de bouwvergunning gaat volgende week de deur uit. Dus het centrum gaat er komen. Maar waar we nu naartoe moeten is mensen die ons helpen met van hoe kunnen we dit nou zo goed mogelijk inrichten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen dat we de menselijke kant van verduurzaming op een goede manier kunnen oppakken? Wanneer we open gaan, een maand geleden dachten wij dit gaat een lang traject worden. We hebben toch bij de stoute schoenen aangetrokken en bij de gemeente Texel ingediend. En twee weken later kwam zowel van het college als ambtelijk de opmerking van dit vinden we zo geweldig. We gaan ons best doen om dit te realiseren. Het past niet in het beleid. Nou, als het niet past, dan moeten we het maken. Dus daar waren we heel blij mee. Dat betekent dat we in theorie voorjaar 2013 open kunnen. Als alles nu loopt zoals het moet lopen. Dus ik neem nog een kleine slag om de arm. Dat wordt dan niet mei, maar juni 2013.